Nina Dielemans, Martine Lettery, Ines Verloon, Dolf Roem en helaas kan Kathleen Verheken niet aanwezig zijn. Maar feitelijk gaat het over meer. Het gaat over niet gamen. Het gaat over niet even chips fliksen, laat ik het maar even zo noemen. Ik heb je nu eindelijk zover geschopt dat ik al mijn energie kan steken in het schrijven van historische boeken. Dan ga ik niet mijn tijd verdoen aan korte verhaaltjes voor verhalenbundels. De jury gaf tijdens het maken van die aantekeningen antwoord op de volgende vragen. Vind je dat het boek goed is geschreven? Leest het lekker weg? Het was moeilijk om dit boek weg te leggen als je er eenmaal was begonnen. Sommige juryleden kregen nog een kop van hun ouders omdat ze niet wilden komen eten. De jury leest graag over de Tweede Wereldoorlog, maar het is wel een onderwerp waarom erg veel over is geschreven. Schaduw van de Leeuw van Linda Lien. De jury heeft besloten de Thea Beckmanprijs 2020 toe te kennen aan Verboden te vliegen van Martine Lettery.